Lieve mensen van de geluid. Ik snap dat dit de eerste keer is, maar er is denk ik iets misgegaan. Want eerst zou de kinderen voor kinderen tune komen. Hey, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe vlog van Kinderen voor Kinderen. Ik ben hier met... Younes, Sophie, Nulani. En we zijn op de eerste Kinderen voor Kinderen Doemiddag in Rotterdam. Yeah. We hebben lapjassen aan. Oh. En hij is zo te zien veel te groot voor mij. Wat heb je gegeten? Tomatensoep. Tomatensoep en broodje. We gaan zo de doemiddag doen en meteen weet. En een show daarna. En ik heb er heel veel zin in. De zaal is net open en de kinderen worden nu ingedeeld in groepen. Ze krijgen allemaal een kleur. Die kleur moeten ze de hele dag volgen om de workshops te doen. Weet je wat er gaat gebeuren vandaag? Ja, wat ga je allemaal doen? Zingen. Zingen? Kun je goed zingen? Een beetje. Een beetje? En wat is je favoriete nummer van Kinderen voor Kinderen? Jongens zingen meisjes. Oh ja, die is goed. Kinderen voor Kinderen! Hier achter me geeft Kelly de podium-based workshop. Ze hebben enorm hun best gedaan. Ja. En ja, vooral de ouders eigenlijk. Want het lijken mij de dingen, pirouette draaien, zingen, ik heb een naam zien. Hou vast, 2, 3 en een A. We zijn nu backstage waar straks de grote show is. En nu is hier de zangworkshop. Jongens zingen mij de dingen, ik doe allebei. Het is la la la. Lekker gezongen? Ja. Heb je nog wat geleerd? Maar niet slecht. Dat ben ik weer vergeten. Oké. Jullie helpen mee met de workshop, begreep ik? Ja, een beetje helpen met zingen. Oké. En wat voor dingen leren de kinderen allemaal? Belten leren ze. Articuleren. En kunnen ze een beetje? Ja, ze kunnen het. Het gaat vooral heel hard, hè? Ja. Welk boek heb je gekozen? Heb je het al gelezen? Ja. Is het een spannend boek? Ja. Op deze verdieping mogen de kinderen zelf kiezen wat ze gaan doen. Of ze gaan hoepelen, drummen, schilderen, lezen of met het koor op de foto. Wat is hier aan de hand? Er komen allemaal kinderen hier en die willen met ons graag op de foto handtekeningen. Okay. Super schattig allemaal en echt leuk. Wat ben je aan het schilderen? Met mijn naam erop. En wat is je naam? Clarien, maar ik schrijf klaar, want anders wordt het te groot. Ja. Drummen vind ik super vet, van ochtends vroeg tot 's avonds laat. Ik word al wakker met een drum, doe ik nog voordat de wekker gaat. Mijn hart gaat sneller kloppen. Nu de workshops allemaal voorbij zijn, is het tijd voor de show. Hey dames, wat gaat gebeuren? We gaan optreden voor de doemiddag. Welke liedjes gaan we doen? Bewegen ze gezond, heel goed. Cola, energie, ja, zoveel nog heel veel. En is het spannend? Ja. Want ik hou zo van muziek. Ik wil in een band. Ik wil het echt maken. Dan word ik bekend. Iedereen die doet weer mee met een nieuwe website.
lekker, stap op de grond en klap maar mee. Hupsa, 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 kee. Andere kinderen zingen andere partijen, toch? Ja, want we doen het niet met alle kinderen. Heb jij nog een nieuwe solo? Ja, ik heb in ik zing Hollywood en ik zing in Energie zing ik een stukje van Niels. Het optreden gaat bijna beginnen en achter mij zie je de schilderijen die de kinderen zelf hebben gemaakt vandaag. Allemaal klaar van, oké, okay, here we go. Wow, we zijn er klaar voor. Toen zei Kelly echt van, lieve mensen van de geluid. Ik snap dat dit de eerste keer is, maar er is denk ik iets misgegaan. Want eerst zouden kinderen voor kinderen tune komen. En ja, dat was wel grappig. De show is voorbij en het koor geeft nog even een interview voor een kids reporter. En dan gaan we omkleden en weer terug naar huis. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe vlog. En ga voor meer filmpjes naar onze website. En vergeet niet te abonneren. Doei! Doei.